Een behoorlijk zootje vanochtend in Nooddorp. De straat staat blank door de kapotte waterleiding en het gaslek is nog niet gevonden, waardoor er 4 huizen ontruimd moeten worden. Deze buurvrouw mag wel in haar huis blijven. Ja, het begon al om 7:15. Ik liep naar buiten met mijn zoontje om naar school te gaan. En toen zei een werknemer van, we hebben volgens mij een gaskraan geraakt, een gasleiding geraakt. Toen zei ik, dan ga je niet mee. Nee. Dus hij liet die buis zien die daar ligt. Ik zeg gewoon, nee, dus ik ben naar school gegaan, ik kom terug. En nou, we hebben al iemand gebeld, ze komen langs. Nou, uur later, alles afgebakend. In huis blijven, ramen en deuren dicht. Ik denk, nou, gezellig. Oh, dat is nog niet helemaal gelukt dan, ramen en deuren dicht. Nou. Er wonen blijkbaar ook celebrities in deze buurt. Want ineens komen we Radio West-presentator Michiel Steenwinkel tegen, van Morgen Michiel. Woon je hier in de buurt? Ja, hier op het rijtje. Maar je hoeft er niet uit? Nee, ik dacht, wat hoor ik toch? Toen ben ik maar eens gaan kijken. Toen zag ik die enorme waterspuiter. En toen dacht ik, ja, dit gaat niet helemaal goed. Ik moet nu afwachten. Het rijtje aan de overkant is ontruimd. Dus we moeten nu afwachten of wat. Meneer, kunt u mij vertellen wat er hier nu gedaan wordt? De gasleiding te opzoeken. Dus om veilig te stellen, zeg maar. Dus kom goed. Als jullie die gevonden hebben, dan kan het gedicht worden. Juist. Maar het is heftig. Maak een keer wat mee in de straat. Hoe ziet het er naar uit? Gaan jullie hem vinden daar? Absoluut. 100% zeker weten. En hij is gevonden. Het gaslek en het waterlek worden rond 11:30 gedicht. Even later kunnen de bewoners gewoon weer terug naar hun huis.